Broski, welkom terug bij de volgende aflevering van de FIFA 23 Feyenoord Cremant. Het eerste wat we natuurlijk gaan doen is de Noting Gang. Dus we gaan even typen. We hebben Char, Louis Verbaco, we hebben Ali. Sorry dat ik de eerste keer je naam verkeerd zei. We hebben Unite to Fight. We hebben, even kijken, de Minecraft Masters. We hebben Yannick Willemsen. Even kijken, Luc Magai. Welkom terug, lang niet gezien. We hebben Tim Lok. We hebben Gianluca Verslaes. En we hebben user, oké, 7. Het volgende wat we natuurlijk gaan doen is de persconferentie. Dus we gaan even kijken naar de vraag van vandaag. Adam Gaming, waarom hou je niet Tony Villena en Jordi Klaas? Ik vind dat wel een goede. Volgens mij had ik Villena er wel op. Ik dacht dat ik Tony Villena al had gescout. Bro. Wauw, uitgeleend. Oh, dat was hem. Hij was uitgeleend. Dus ja, we moeten sowieso wachten tot aan... volgende transferperiode. Maar ja, maakt toch niet uit. We hebben niet eens geld. Dus ja, weet je. En dan gaan we even verder kijken. Klaasie, een terugkeer naar Feyenoord. Is ook wel een leuk. Alleen ja, ah nee, 31. Kan nog sowieso een paar jaar mee. Even kijken. Hij speelt voor Werder Bremen nu. Wauw. Maar goed, zoals je weet, de Vrij. Wijnaldum zijn als eerste aan de beurt. Trouwens, mijn kies is verdoofd. Ik kom net van de tandartsbaan. Normaal gesproken hebben ze, krijg ik volledige verdoving. Omdat ik natuurlijk... Ik heb gevoelige tanden. Dus weet je. Maar nu hebben ze plaatselijk verdoofd. En voor de allereerste keer is wel veel beter. Want als ik dus een volledige verdoving had gedaan, had ik vandaag geen opname kunnen maken, man. Dus ja, ik ben blij dat het wel is gelukt. Maar goed, we gaan even verder kijken, jongens. Lars Lameijer, wat ga je doen met de jonge jonkies? Je video's zijn leuk. Dankjewel, man. Jonge jonkies. Even kijken. Juist. Jansen sowieso blijft. El Canoes hebben we ook gehaald. Kerkers hebben we ook gehaald. Amin deed het goed in de wedstrijd die ik toen... toen hij voor het eerst mocht spelen, deed hij het goed. Benita mag vertrekken. Ceballos hebben we gehaald. Tabouni moet eigenlijk nog de kans krijgen. Dat, weet je, we zitten nu midden in die... Weet je? Dat is lastig nu. Maar ik ga hem wel de kans geven, Tabouni. Azarkan is uitgeleend. Daarna denk ik dat hij gewoon mag vertrekken. Denk ik. Ik moet even kijken. Ben je snel? Wacht even, ben je snel? Wow. Azarkan gaat sowieso de kans krijgen. Versnelling 87. Sprintsnelheid 79. Skill moves. 4 sterren. Waar kom jij vandaan? Waarom ben je uitgeleend of linkspoot? Hey, je gaat sowieso de kans krijgen. Oké, we gaan verder. Wauw, oké, Timber. Timber is de speler die ik misschien ga verkopen. Hoe het er nu naar uitziet, gaan we hem verkopen. Maar weet je, als hij de laatste paar wedstrijden gewoon vanaf vandaag gaat vlammen, dan weet je, dan geef ik hem wel kans voor volgend seizoen. Maar ik ben een klein beetje teleurgesteld in Timber, maar dat weten jullie al. Jimenez zit in de top 5 van de topscorers, dus ja, dan weet je het al. Hartman doet het in het echt goed, dus krijgt hij bij mij ook de kans. Wallenmark, ik weet het nog steeds niet. Ik heb nog niks gezien, dus weet je, Timber en Wallenmark. Timber en Wallenmark, voor nu, ja. Oké, Kuksu. Nee, niet nu. Misschien volgend seizoen, want hij is nu wel een 82 algemeen, weet je. En normaal gesproken bij Feyenoord, tenminste eigenlijk alle ploegen in de Eredivisie. Als je het, weet je, als je zo goed wordt, bent, ja dan, weet je, dan, je weet het al wat ik wil zeggen, weet je. Dan word je gewoon verkocht. Ja, oké, Bosnić, Konte, 23, dat, zijn dat nog jonge jonkies? Weet je, eigenlijk moest ik gaan tot 21 of zo. Maar ja, weet je, dat is het lijstje. Dat is hoe het ervoor staat nu. Westboy 1999 NL, bro! Kom, Mattis India's bekken voor de centrale verdedigers. Ja, kijk, we weten allemaal, Mattis Indy speelde natuurlijk voor Feyenoord. En dat koppel, Mattis Indy en De Vrij, was gruwelijk. Ja, oké, je ziet nu wel, De Vrij heeft het eigenlijk wel beter gedaan dan Mattis Indy. Maar Mattis Indy nog steeds is een respectabele verdediger. Dus we gaan even kijken. Mattis Indy, het enige wat ik weet, hij is volgens mij heel, heel langzaam nu. Weet je? Daar hou ik niet van, maar ja. We gaan even kijken. Bruno Martins Indy. Pas 30 jaar. Even kijken. Snelheid. Kijk. Versnelling tussen de 39. Ah, ja, ja, ja. Oké, de volgende vraag. Wanneer je geen naam weet. Dat is gewoon echt super creatief gedaan. Je kan spelers ook gewoon beoordelen op gemiddelde cijfer. Klopt. Dat gaan we inderdaad ook doen. Maar we gaan het in combinatie doen met de stats en de cijfers. Dat is eigenlijk wel een goed idee van jou. Oké, en dan het volgende. Wat Kassan Virgil is overgenomen van FC Groningen. Even kijken. Wie zei dat? Raw. 2944. Even kijken. FSC Noslin. En de Minecraft Masters. Jullie zeiden dus alle drie Casemiro's gekocht door Feyenoord. Dus ja, is gewoon logisch. We gaan het ook doen. Kijk, en dit is wat het is, weet je. Dit is geen gerucht. Dit is gewoon echt gebeurd. Kijk, al die geruchten over... wie was het ook alweer? Die speler van FC Twente. Jullie hebben me gestalkt, bro. Jullie hebben me gestalkt. Maar die deal is niet doorgegaan. Weet je, ik ben die naam vergeten.
Saruki, ben er weer. Maar in ieder geval, ja, weet je, het is niet doorgaan. Oké. Okay. Kazan, Virgil, volgens mij heb ik hem al stiekem op het lijstje. Kazan, er is maar eentje die kijkt. Hier, bam. Volgens mij heb ik dat al gedaan, hè. Kijk. Juist. Dus we zijn hem aan het scouten. En ik denk eerlijk gezegd dat we gaan moeten raden. Want we zitten ondertussen in de laatste dag van de transferperiode. Dus we gaan, ja, we gaan het even zo zien. Wacht even. Laatste vraag, laatste vraag. Nicky van Rosmalen. Volgend jaar gaat Rasmussen terug naar zijn lening. Terence Congolo heeft heimwee. Gaat Feyenoord hem terughalen? Of kiezen ze toch voor de toekomst en gaan ze voor Van de Ven? Dan ga ik toch wel liever voor Congolo. Van de Ven is wel een heel groot talent. Alleen ik denk, we hebben dus nu al twee. Kijk, Geert Ruida en Hansko, dat zijn gewoon, weet je. Dus Van de Ven, maar misschien daarna, weet je. Maar Congolo, ja man, Congolo deed het echt goed bij Feyenoord. En daarna net als een beetje Manchester India. Het, weet je, ik bedoel van veel... Jammer man. We gaan even kijken. Congolo terug. Ja man, wel mooi. Waar ben je? Terence. Rodney, waar speel jij man net? Terence Congolo speelt bij Le Havre. Hij is uitgeleend. Dus dat betekent, we kunnen pas... Ja, pas volgende transferperiode. Maar ja, we gaan hem wel scouten. Brosi, sowieso hartstikke bedankt voor al jullie vragen. Al jullie reacties. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent. En belletje aan. Oké, dus de planning is gewijzigd, want jullie weten, tenminste de mensen die deze serie echt volgen vanaf het begin tot het eind. Jullie weten dat ik eigenlijk een verdediger wou kopen. Ik ben zijn naam al vergeten, want ja, was gewoon random. Koulibaly, ja, Koulibaly. Maar Kazan Virjo is ook een centrale verdediger. Tenminste, hij kan ook op die positie spelen. Dus ja, Koulibaly gaan we niet langer halen. We hebben dus hier Filena, Klaasie, Martins Indy, Congolo, maar we hebben sowieso niet genoeg geld. Ik weet niet eens of we genoeg geld hebben voor Kazan Virjo. Hij is ook best wel duur. Hoezo ben jij zo duur dan? 2,9. Gaan we niet eens kunnen halen, man. We hebben maar 1 miljoen. Kazan Virjo. Tenzij we misschien ruilen. Ruilen zou wel kunnen. Maar wat ik eerst ga proberen. Ik ga hem proberen te lenen, maar... Ik ga hem proberen te lenen. Ik ga proberen om Kazan Virjo te lenen. Even kijken. Benader om te lenen. Oeh. Ja, maar we hebben geen geld. Ja, we moeten het gewoon proberen. We gaan het gewoon proberen. We gaan het gewoon proberen. We hebben totaal geen informatie. Marktwaarde 3,5. Hij is duur, man. Spelen ruilen. We gaan het moeten doen. Want we hebben... Ja. Oeh, wacht even. Wie van mag weg? Maar ja, we hebben maar 1,4. Dat is... Weet je? Boelhouden. Laten we even verder kijken. Wat hebben we nog meer in huis? Was ik net al niet hier? Ja, man. Keepers. Nee. Wow, hoeveel kost je? 24,5. Wat hebben we hier? Wacht even. Ik zit te denken. Nee, maar niet. Ik zit te denken aan Jan Bas. Zou dat kunnen? Jan Bas? Want hij is. Ik ga het gewoon proberen. En dan krijgen ze 1 mil. We hebben niet heel veel geld. Dus ja, we gaan het gewoon proberen. Als dit zou kunnen lukken. En anders moeten we naar een andere speler kijken die gewoon meer. Gelukkig. Gelukkig, maar het ging best wel snel, hè. Maar ja, okay, ja, we hebben nog geld over, dus ja, we gaan niet klagen. Het is gewoon geluk, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ik heb geen idee, weet je. Wacht even, 4300. Sporadisch? Accepteren wij 4300. We gaan even kijken. We gaan voor een 5 jaar. Ja, man, gewoon 5. Even kijken, afkoopclausule negeren wij. Tenzij, nee, oké, okay. Wij moeten, oké. Okay. Hij verdient... Oeh, maar hoeveel ga je... Oh, we gaan het gewoon proberen. 5k. En tekenbonus van 100k. Hopelijk gaan ze akkoord. Ik heb geen idee. Dan is het ook gewoon meteen klaar. Het is klaar. We hebben gewoon Kazan Virjo binnen. Oké, we zijn wel Jan Bas kwijt, maar die speelde nauwelijks, weet je. Dus ja, we hebben gewoon Kazan Virjo binnen. Hier is hij dan. Kazan Virjo. We hebben weer achtergrondgeluid. Vorige aflevering was dat volgens mij niet zo, toch? Of de vorige, mag niet eens uit. Hier hebben we... Wat is de voornaam ook alweer? Wacht even, man. Even kijken. Neraisho. Ja, man. In één keer goed. Bam. Neraisho, Kazan Virjo. Nieuw speler van... Groningen. Hij komt van Groningen. Nieuw speler van Feyenoord. Ja, yes, we gaan even een screenshotje pakken, jongens.
Wel een goeie. Bam! Bam! Ik heb geen ruimte meer, we doen het gewoon. Nu is de vraag, hè, want we hebben natuurlijk wel 1 miljoen betaald met Jan Bas. Wat voor cijfer krijgen wij? Ja, oké, het is niet verkeerd. We hadden 1.1, we hadden dus eigenlijk gratis... Oh my god! Dit betekent officieel, we zijn klaar, want we hebben geen geld meer. Wat ik wel wil gaan doen, ik denk eerlijk gezegd... Wacht even. Kassan Virgio is een 71 algemeen. Nu snap ik het. Dat is wel netjes, wacht even, maar kijk. We moeten even wat gaan kijken, want... Hij is denk ik eerder een centrale verdediger. We hebben sowieso een centrale verdediger nodig, dus... Even kijken hoor. Hij heeft het wel goed gedaan hoor, want hij was begonnen als 69 algemeen. Maar wat we dus gaan doen, we gaan van hem een centrale verdediger maken. Kost 2 weken. Hij is 1 meter 85. Snelheid is, hij is wel snel. Kracht 74. Maar we hebben gewoon een centrale verdediger nodig, jongens. En hij kan nog steeds spelen als, maar we kunnen het misschien wel zo... wacht even. Nee, want kracht gaat verder omhoog, verdedig inzicht. We gaan het wel doen. We gaan het wel doen. Wat is dit? Steven en Vrij. Nee. Kijk hoeveel hij kost. 37. We hebben dat geld niet. Zie je hoeveel... Zie je dat? Maar dit, kijk hier. Liverpool heeft interesse getoond in Kuksu. Ze bieden bijna 50 mil voor Kuksu. Dit gaan we niet volhouden, maar volgend seizoen is denk ik het laatste seizoen van Kuksu. Want dit kan echt niet, man. We moeten hem dit gewoon gunnen, weet je. Dit kan echt niet, man. Liverpool... Maar ja, dit seizoen nog niet, man. Transferperiode is officieel gesloten. Ja, wij hebben gelukkig wel Casan Virgio binnen. Dat had ik gewoon niet verwacht, man. Even kijken. Voor de rest, we gaan even kijken. Want Casan Virgio gaat wel echt wel minuten moeten maken om meteen... Weet toch, want hij is wel al een 71. Voor wie? Wie gaan wij slachtofferen? Ik zit te denken aan Amin. Spits. Hartman, jij... Alhoewel, ja, Gudetti, Jansen. Dit wordt lastig, hè. Middenvelder. Dit wordt lastig. We hebben sowieso nog een middenvelder nodig. Jansen, sorry man. We hebben Boulaude. Ja, sowieso. Boulaude. Jansen. Gidraida. Wow. Timber, wat hebben we gedaan? Boeitjes op de bank. Zeker Timber. En dan doen we dit. Dit is niet wat ik wou, FIFA. Dit is beter. Dit is goed toch? Gidraida. Ja, oké. Dan weer naar de bank. Poetjes gaan wij. Ja, dan wordt het. Ja, El Canoes wil ik wel kansen geven. Wallenmark, sorry. Maar ja, dit is de bank dan, hè? Ja, wacht even. Volgens mij moeten deze twee omgewisseld worden, toch? Kuksu's zwakke been is 5 sterren. Oké, het is eindelijk tijd voor het schema. Ja, toch? Wat is dit? Maandelijks. Wat is dit? De leeuw. We hadden de. Ah, potentie gaat naar beneden. Ah, zonde, man. Het is tijd. Even kijken. Oeh, heel veel wedstrijden in de maand februari. Sowieso AZ, sowieso PSV, sowieso Dynamo Zagreb. Dat zijn er al 3. Dat betekent, dan moeten wij die andere wedstrijden gaan simuleren. Gaan we niet doen, kan niet. Want de andere wedstrijd is weer tegen Dynamo. Sparta is Sparta. Kunnen wij niet doen. Dus dat betekent de volgende avond. En FC Groningen wil ik ook spelen. Want Casan Virgio hebben wij natuurlijk gekocht van FC Groningen. Dat is gewoon een gehele... aflevering, bro. De eerste wedstrijd van deze aflevering is tegen AZ Alkmaar. AZ doet het niet goed, dat weet ik nog. AZ doet het niet goed. Op plek 7 is wel in de top 10. Top 8 kan je ook zeggen, maar... Ik bedoel van, het verschil met Feyenoord is 12 punten. Dat is gewoon te veel. Dus we gaan even kijken. Hebben ze iemand in het lijstje? Carlson met... Wow, 13 doelpunten voor Carlson en nog steeds niet eens... Dat is bizar. Hebben ze nog iemand? Ja, Maxim. Oh ja, Maxim. En ze hebben FVN, ze hebben... Wat? Wacht even, en hier dan? Ja, Maxi met 5. Bazoer met 4. AZ is... ze kunnen beter. Weet ik 100% zeker. Dit wordt een zware wedstrijd. Oké, de eerste wedstrijd gaat beginnen. Kijk, Marst Indy, een speler die we misschien gaan overnemen. Maar Steven de Vrij kost zoveel. Ik dacht misschien rond de 20. Hij kost rond de 40. Bizar. Maar ja, aan de andere kant. Hij is volgens mij 30 of zo. En... 85, 84 algemeen. Dus misschien is De Vrij niet realistisch. Wijnaldum is een ander verhaal. Maar De Vrij, ja, we moeten misschien gewoon eventjes... Hé, toch? Even goed gaan nadenken of dat wel realistisch is. Want ik denk het niet. Ik denk de Wijnaldum wel. De Vrij niet. En dan misschien moeten we dan wel dus Marsch Indy halen. En Congolo. Filena. Ik mis er sowieso een paar. Klaas, hij speelt trouwens... Nee, hij speelt niet meer daar. Hij speelt bij Werder Bremen.
Maar ja, dat is allemaal voor volgend seizoen. We hebben niet eens een mail op de bankrekening. Dit zijn de 11 van AZ. Oh, Peter Vindal Jensen. Ja, man. Lol. Had ze de Jacco's beuken, maar Martins Indy, De Wit, Bazoer, De Wit, Maxim, Evian, Odegaard en Carlsen. Carlsen is gevaarlijk. Hij is een probleem. Weet je? Dat, ja. Feyenoord, dit zijn 11. Bijlo, Karsdorp, Gedraaide, Hansko, Kerkes, Timber, Kuksu, Simanski, Deurzon, Jiménez, Ceballos. Timber staat onder een vergrootglas, maar ik denk ook een klein beetje Deurzon. Denk het over wel, want ik heb, ja, weet je, ik verwacht gewoon ietsjes meer van hem. Kassan Weertje op de bank, jongens. We hebben hem binnen. We hebben Kassan Weertje op binnen. Lekker verdedigd. En nu? Er komt een bepaalde druk meteen van AZ. En ze hebben daar de bal. Odegaard, eerste kans. We hebben de bal. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Ja, slechte paas. En het was Timber. En dat komt niet aan bij Simanski was dat volgens mij. Nee, nee. Gedraaide was daar. Hij kon alsnog schieten. Bijlen met een mooie redding. AZ met de volgende kans van de wedstrijd. Niet waar. Jiménez ging niet eens mee. Timber. Dit is jouw kans. Dit is de kans van Timber. Timber! Vindal met de redding. Dat hadden we wel kunnen verwachten van Vindal. Gaan we voor de mooie? Ja, dat lukt niet meer. Hansko, jij mag niet aan de bal. Sta je buiten spel? Nee. Oh! Kimi! Vindal. Hij doet het weer. De spits gaat op het middenveld. Dat willen we zien. Het is aanval, ik wist het! Kuksu, kom op. Jiménez! Simanski, je bent een linkspoot, toch? Zou je het nog kunnen doen dan? Jiménez! Oh my, dit wordt er eentje. De wedstrijd tegen AZ, we kunnen niet te veel punten laten liggen. Blijf erbij. Ik zit te kijken naar de patronen. Hey, oef. Eerst even voorbij. Oh! Maar ja, 0-0 jongens. We hebben zoveel kans alweer gecreëerd. Let op. 4 keer. Hun hebben, wacht even, 3 keer is oké. Gelijkwaardig. Had ik niet verwacht. Maar aan de andere kant, het begin van de eerste helft was voor AZ. En aan het einde kwamen wij tot, tot leven. Deelsen, ik heb je niet eens gezien, man. Mooiste doelpunt. Wat een... Lol. Die aanval was zo mooi. Die paas perfect gedaan. En dan meteen. En Peter Vindal, je bent geklopt. Lekker voor je. Jiménez kan topscorer worden, jongens. We zitten in de maand februari. We hebben nog een paar maanden te gaan. Nog 3 of zo. Oh nee, wacht even. Dit is na hun... Ons doelpunt, sorry. Dit is na... Dit is... Je voelt het al aankomen, bro! En we hebben de bal. Kat erop. Juist. Ik bedoel dat Jiménez gaat. Jiménez moet gaan. Jiménez gaat. Afmaken. Het is klaar. Afgelopen wedstrijd, jongens. Jiménez met zijn tweede. Simanski moet eraf. We hebben natuurlijk het talent El Canoes meegenomen. Kerkes moet eraf. Hartman. Prachtig, man. Ceballos gaat eraf. Boetjes kan niet eens, want hij heeft geen... Wacht even. Gudetti. Hebben we al Casemiro? Weet je wat voor Karsdorp? Want ja, moet wel nu. Jiménez. Gudetti. Ja, mag wel nu. Daar is het debuut van Casemiro, man. 4 wissels aan de kant van Feyenoord. Kassan Weertje, ik ben benieuwd. Hij speelt dus nu wel als rechtsback. Hij is eigenlijk wel een centrale verdediger. Voor ons dan. Maar hij kan spelen beide posities. Kassan Weertje.
overname van Casemiro. Oh, bijna een rode kaart trouwens. Kanous. Kanous, tussendoor. Deelrussen, kan je het afmaken? Oh, Vindal. Jongen, wat een lekkere wedstrijd. Hartman. Oh, Hartman. Ik pak gewoon die bal zuiver af, hè. Ja, maar hij gaat... Oké. Casemiro pakt weer de bal af, trouwens. Lekker gedaan, Hansko. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Mooi gedaan. Lekker gedaan. Ik wil dat hij meegaat. Goed. Detti! Hai. Hai. Panoes. Wauw, goed. Bizar. Casemiro speelt een hele lekkere wedstrijd, hoor. Hier is Casemiro, wat kan je? Ja, oké, dat was lastig. Dat was lastig. Nee. Kom op, man. Lastig, man. Maar goed, we gaan de wedstrijd winnen van AZ Alkmaar. Ik weet niet eens hoeveel tijd erbij was. Want volgens mij was het weer fraude, hè. Volgens mij wel, hè. We winnen met 2-1 van AZ Alkmaar. Het einde was... Ah, man, jammer. Maar ja, we hebben gewonnen. Niet klagen. We hebben gewoon gewonnen. Even kijken. Ajax heeft verloren van Heerenveen met 1-0. Wat heeft PSV gedaan? Want Ajax was sowieso al achter ons. Wacht even hoor. Kom op, PSV. Ja, ik zag het al. Maar oké, ze moeten nog spelen. Tegen Feyenoord. Deze moeten wij winnen. Deze moeten wij winnen. We gaan het opnemen tegen... Helemaal vergeten. De topper. We hebben net al een topper gespeeld tegen AZ. De volgende topper is tegen... Wat? Oeh, wacht even, sorry, even 8.8. Laat me even kijken. Wat is zijn waarde? 7. 8.8 Wallenmarkt. We moeten eigenlijk dit niet doen, want als we nu al ja zeggen, tegen het, tenminste aan het begin van volgend seizoen, is zijn waarde omhoog. Is niet, weet toch, is niet slim. Luister, de volgende wedstrijd is de topper tegen PSV, de nummer 1 van de competitie. We moeten wel winnen, want... Als, ja, ze staan dus 3 punten voor als ze winnen. Nee, man, we moeten gewoon winnen, man. Maar goed, ze hebben dus Gakpo. Gakpo is de topscorer in de Eredivisie. Op plek 2, Jiménez. Dit is de wedstrijd. Dit is de wedstrijd. Wie hebben ze nog meer? Poulsen, 10 doelpunten. Hij is ook volgens mij de leider. De koning van de assists. Even kijken. Ja, oké, Tadić op 1. Poulsen evenveel. Je zou denken zelf, volgens mij Poulsen gewoon op 1. Want hij heeft natuurlijk 1 wedstrijd minder gespeeld dan Tadić. Is niet logisch, FIFA. Maar maakt niet uit. Poulsen hebben ze dus. En ze hebben Gakpo. Dit is de wedstrijd. Dit is de wedstrijd. We zijn vandaag in Rotterdam, waar Feyenoord thuis speelt tegen PSV. Wij hopen vooral op mooi voetbal. De meest belangrijke wedstrijd van het seizoen is hier. Als we deze wedstrijd verliezen, ziet het er gewoon heel slecht uit, weet je. Ze hebben al sowieso 1 wedstrijd minder gespeeld en ze hebben evenveel punten als ons. Snap je? Als we dan verliezen is het zo goed als klaar. Want dan is het gat, zou het eigenlijk 6 punten zijn met PSV. En ik denk dat PSV dat ook wel voor elkaar gaat krijgen, want ze zijn echt wel aan de vlammen. Alleen, wij hebben dus nog wel een soort van dingen in eigen hand. Als wij deze wedstrijd winnen, staat het gelijk tussen Feyenoord en PSV. Weet je? Maar PSV heeft wel een paar leuke aankopen gedaan. Dit zijn de 11 van Feyenoord. Wij ook trouwens. Karsdorp hebben we gehaald. En dat was het. Ja, wel realistisch. Maar 1 aankoop. Gedraaide, Hansko, Kerkes, Timber, Kuksu, Simanski, Deildersen, Jiménez, Ceballos. Dus, zoals ik al zei. Hele belangrijke wedstrijd. Dit zijn de 11 van PSV. Benitez, Junior, Ramalho, Teze, Boskagli, Zangaré, Gutierrez, Veerman, Vertessen, Poulsen, Gakpo. Ook PSV heeft maar 1 aankoop in de 11, hè. Poulsen. Ook, gewoon ook realistisch, weet je. Wij hebben 1, hun hebben 1. De belangrijkste wedstrijd van het seizoen, jongens. We nemen het op tegen de nummer 1. Wacht even, PSV. Deildersen. Wat gaan we doen dan? Mooie paas. Dat was te gemakkelijk, man.
Dat was ook toch... Ah, kom op, man. Ja, we hebben gewoon de bal. We hebben de bal. Ze verdedigen zo... Wauw. Kijk die... Hoe snel zijn ze aan het verdedigen? Ik zeg... We hebben nog steeds de bal. Jiménez! Ja, dat mag niet. Dat mag niet, man. Hey! Oh-oh. Buitenspel? Nee? Nee. Wow, dat is toch... Hun hebben een betere kans dan ons. Wij hebben zo ons best gedaan. Wat? Wat? Wat een redder voorbij. Ik heb niks daarop, man. Ik heb echt niks daarop. We moeten gewoon eventjes overleven nu tegen PSV. Zou het kunnen. Zijn ballen zijn snel. Gakpo. Maar Gakpo, op een gegeven moment gaat hij moeten stoppen, want hij is een verdediger. Hey, ga ik een slijding maken? Ik wou bijna een slijding maken op die man. We zijn er weer. Netjes. Deurissen. Deurissen! Benitez doet het om. Wauw. We doen. Maar jullie geven gewoon echt. Nee. Hoezo, man? We hebben het wel lastig tegen PSV, man. Maar ja, hadden we wel verwacht, hè? Is het wel de nummer 1? Nee. Hey. Jiménez, vecht een klein beetje terug dan. Foutje. Liever niet. Kom op, win. We hebben wel de bal, man. Kuksu, sta maar voor. Waar staat dat doelpunt? Oh, ik wist het! Jiménez. Jiménez! Bruh. We gaan het anders doen. Kom maar naar de bal, man. Dit is helemaal niks. Deurde ze, je bent de linkspoot. Mooie actie. De... Ga uit het doel, dan kan je vieren. Ga uit het doel. Vieren, man. Ik sta gewoon 1-0. Vier het feestje dan. 1-0. Ik ben kalm. Ik ben heel kalm. Dit is de nummer 1 van de... Heet toch? Eredivisie. Er kan nog voor alles gebeuren, maar het is Karsdorp. Met de 1-0 voor Feyenoord aan het einde van de eerste helft. Ik heb verder niks te zeggen, man. Dit wat Deildersen doet, prachtig. Laat ik even snel kijken naar de feiten. 4 keer geschoten voor Feyenoord, 3 keer voor PSV. Wij hebben 68% balbezit. En ze hebben 2 keer kunnen... Oké. Dat betekent wij hebben een probleem. Zo, Vertessen. Glitch. Sangre wil de bal. Hey, hij gaat... Ah, dit is... Bruh. Dat is gewoon bizar. Meteen. Dus. Ah, ja, man. Nee, man. Ik hoef het niet eens uit te leggen. Nummer 23. Joey Vierman. Simons. Kijk! Doelpuntje! Wat een wedstrijd, man. Wat, ik heb bijna mijn oordopje kapot. Wauw, maar nee, hij doet het nog. We staan weer voor met... Ik dacht, ik ga je heel eerlijk zeggen, ik schoot, ik drukte echt heel snel. Dus ik dacht, dat schot is te zacht. Maar misschien daardoor heeft het meer, weet je toch, precisie. Luister dan, we hebben weer de voorsprong te pakken, man. Nu moeten we gaan verdedigen. Oké. En ze kunnen schieten. Het is bizar! Zag je dat gewoon echt zo soepel gewoon er doorheen? Ik. Nee, nee, nee! Lol. We leven nog, maar kom op, man! We gaan tussendoor, we gaan wat anders doen. Hakpo, zo de mythe. Ach.
dat is echt hatelijk. Kijk zo. Szymanski. Zie! Oh nee, we gaan het echt doen. Kuksu met de beslissende paas op Szymanski. We staan nu voor met 3-1. Dit? Nee, ik ga niet zeggen. Dit is te belangrijk. Ik mag het in deze wedstrijd niet doen. Ik ben de koning van de jinx. Ik kan het gewoon niet doen in deze wedstrijd. Maar kijk die paas van Kuksu op Szymanski. Szymanski 3-1 voor tegen PSV. En Feyenoord gaat het doen. Wow, we kunnen landskampioen worden. Ik besef het me ineens. Kerkes. Kerkes, kom op. Durussen! Dat is niet verkeerd. We gaan wisselen, jongens. We zijn er bijna. Jiménez, sorry, je hebt niet gescoord. Gudetti komt erin. Boeijes weer. Casanweertje voor Karsdorp. En wie? Ja, El Canoes voor Szymanski. Misschien Kerkes eraf voor Hartman. Kan dat nog? Oké, dat zijn de wissels. Dat zijn vijf, toch? Maximum, vijf. Ja, toch? Ja, man. Zeker, hier, kijk. Szymanski, Jiménez, Ceballos, Karsdorp. En die laatste zag ik niet eens, mag niet eens uit. Dit zijn de wissels, jongens. 3-1 voor tegen PSV. 3-1 voor tegen PS. Bijna. Deze moet je gewoon winnen, man. Waarom is dat zo? Weet je? Nee. Nee. Controle is voor ons. Wat is dat? Hebben we de bal? We hebben een keer geluk in deze wedstrijd. Ik ga hem in één keer schieten, jongens. Ik ga in één keer schieten. Ik ga het in één keer doen. Kuksu. Tegen de... Bro, mag niet uit. Doorgeven! Dat was hem, hè? We waren er bijna. Hoe? Alsof wij geen... Casanweertje, was dat hem? Ja, hij deed het. Geen bij de spel. We moeten scoren daar, hè? Maakt niet uit. Scoort hij? Heeft hij gescoord? Ga uit het doel. Hij heeft gescoord, hè? Is het een doelpunt? 4! Zeg je, die redding van Benitez. Wauw! Ja, man. Ik heb niks te zeggen. Feyenoord gaat PSV verslaan met 4-1. Ik heb gewoon echt geen woorden hiervoor. Ik heb gewoon geen woorden hiervoor. PSV is, als het goed is, de koppositie kwijt. Casanweertje is een hele goede aankoop aan het worden, man. Hij is een hele goede aankoop aan het worden. Oh ja, de laatste wedstrijd is tegen Dynamo Zagreb. Voorronde. We hebben het over de voorronde. Oké. Even kijken, hoor. PSV gaat het opnemen tegen Shakhtar. Oké, laatste wedstrijd. De wedstrijd tegen Dynamo Zagreb. Voorronde van de Europa League is begonnen, jongens. De wedstrijd tegen Dynamo Zagreb. Bijlo, Kerkes, Hansko, Geertruida, Karsdorp, Kuksu, Timber, Szymanski, Ceballos, Jiménez, Deurzen. Dit zijn de 11. Ik bedoel van, we zijn beter aan het voetballen, gelukkig. Want we zaten wel eventjes in een mindere periode. Maar volgens mij zijn we op het juiste moment aan het vlammen. We hebben net de nummer 1 verslagen van de Eredivisie PSV. Dat is gewoon echt, dat moet ons gewoon een boost geven, man. Weet je? Maar ja, we nemen het op tegen Dynamo Zagreb. En op Europees gebied is alles mogelijk. Dus, we gaan even kijken.
De elefant Dynamo Zagreb. Zien wij iemand ertussen? Zeg er niemand tussen, we gaan beginnen. We hebben de volgende ronde bereikt. We nemen het op tegen Dynamo. Weet je, ik heb geen idee. Deurzen is er langs, maar waar is Jiménez? Jiménez! Oh! Eerste kans voor Feyenoord. Jongens, we nemen het op tegen... Luister dan, we hebben de volgende ronde bereikt. Kwartfinale, dat zou we echt... Dat is ja, doel, weet je. Kom op, Deurzen! Lekker begin. Hey, dat is te veel. 10 minuten pas gespeeld. Oké? Okay? Daarom juich ik niet. Maar wel een mooi doelpunt trouwens. Van Deurzen. Deurzen begint steeds beter te spelen. Dat hebben wij wel nodig, want Deurzen is heel snel. Weet je? Kijk hier. Let op, die acceleratie en dan. Ja, gewoon een heel mooi doelpunt. Maar ja, zoals ik al zei, 10 minuten pas gespeeld, weet je? Hij mag niet. Gewoon schieten, ongelooflijk. Zo! Op de bal! En bij het spel, gelukkig. Nou, dat was heel zwaar om dat tegen te houden. Nee. Het wordt steeds moeilijker, man. Ik ga dit niet volhouden. Ik ga dit volhouden zo. Wauw. Wauw, die sliding. Je moet doorgaan, want ik... Nee! Ah, dat is... 1-1. Ze hebben het gedaan. Ze hebben het gewoon gedaan. Ze hebben het gedaan. Doe het! Doe het! Doe het! Deurzen met de paas, jongens. Kuksu met... Ah, we staan er lekker voor. We staan er gewoon voor. Verdiend, bro. We zijn terug. 1-11 nog te gaan, jongens. We zijn terug in de wedstrijd. We staan gewoon weer voor, dat wil. Maar oké. Okay. Ik ga het risico niet nemen met Karsdorp. Dus, ik heb al heel veel rode kaarten gevangen. Nee. Karsdorp. Ga ze weer, Joe. Kerkes. Daar loop je door. Wat een... Kerkse voor het... Wat een aanval. Wat een... Ga niet in het doel. Ga, waarom doe je dat? Vier, juist! Doe je nou, man! Kuksum is zijn tweede in de volgende ronde van de Europa League. Die aanval was ja, een beetje geluk, maar we hebben het wel gedaan. Eén keer tikken, hè? Hier. Tik. Ja, oké. Okay. Aanname. Maar hier, één keer. Ja, oké. Okay. Laat me zitten, maar hij heeft gewoon gescoord, oké? Okay? Hij kan koppen! Nee! We gaan het niet uit handen geven. Gaan we niet doen. Sliding. Sliding op de bal. Hij kan schieten. Luister dan, we gaan even wisselen, denk ik. Gudetti. Boetjes. Hartman. Kunnen we nog één keer wisselen? Kan dat? Juist. Wisselen, want we spelen een beetje zwakjes, man. Uh-oh. Dynamo. Hey! Kom! We hebben te hard gevochten voor die 3-1. En nu staat het 3-2 en nu... Nee. Oh man! Klaar. 3-2. Wat een overwinning op Dynamo Zagreb. Nu hebben we nog één wedstrijd te gaan tegen Dynamo. We staan voor met 3-2. Wat een zware wedstrijd, man. Wat een zware wedstrijd tegen Dynamo Zagreb. We gaan even kijken naar de stand. Oh ja, de stand in de Eredivisie. PSV heeft nog meer punten laten liggen. Wacht even. Kan ik dat zien? PSV gelijk gespeeld tegen Ajax. Feyenoord is de nieuwe koploper in de Eredivisie. PSV op 2 met 2 punten achterstand. Ajax op 3 met 5 punten achterstand. En FC Utrecht op 4 met 9 punten achterstand op Feyenoord. We zijn terug aan de leiding, man. Even kijken hoor. Gakpo op 1 met 18. Jiménez op plek 2 met 16. Hij blijft wel echt in de buurt, maar Gakpo is echt gewoon aan het vlammen. Brobbie op 3. Koning van de assistaties met 7. Pols met 7. Zeballos met 7. Zeballos heeft 1 assist gegeven. Hij stond op 6. Lekker gedaan van Zeballos. Broski, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten.
Abonneer als je nieuw bent en belletje aan. En Mautski.